In tijden van corona biedt kunst houvast. Dat was de mooie kop van een artikel in NRC Handelsblad over het belang van kunst. Een gepassioneerde oproep. De schrijver van dit essay heeft op veel facetten in de kunst een stempel gedrukt. Hij was dichter des vaderlands, regisseur, romanschrijver, speelt in films en televisieseries. En last but not least is hij acteur bij toneelgroep Amsterdam. Een duizendpoot, Ramzi Nasser, welkom. Prachtig stuk in NRC. Je beschrijft daarin ook hoe lastig het is in deze tijden om niet te kunnen optreden en niet naar de stad Schouwburg te gaan om daar bijvoorbeeld op de planken te staan. Maar toch ga je op een gegeven moment op je fietsje daar naartoe om een voorstelling te geven. Wat heb je gedaan? Dat was de lancering van een project dat ITA in samenwerking met onder andere het Nationaal Theater in Oostpool heeft opgezet om de Decamerone van Boccaccio, bestaande uit 100 verhalen, om elke dag een verhaal voor te lezen. En ik mocht de aftrap geven daarvan, dat is nu een paar weken terug. En dat blijkt een enorm succes. Dus op de site ita.nl kun je elke dag een verhaal lezen. Een verhaal dat oorspronkelijk geschreven werd, gepubliceerd werd in 1353, 5 jaar na de pest van Florence. Want in die dagen woedde de pest in Florence en Boccaccio, die schrijver, heeft dat meegemaakt, heeft zijn eigen vader verloren, zijn stiefmoeder, veel van zijn vrienden. Tot de helft van de inwoners van Florence is gestorven in die pestepidemie. En waar hij in slaagde is om dat om te zetten in iets dat aan de verbeelding raakt. Hij heeft namelijk een verhaal gemaakt dat exact dat gegeven heeft. De pest breekt uit in Florence, maar er zijn 10 mensen die vluchten naar de Toscaanse heuvels om de epidemie uit te zitten, af te wachten. En elke dag vertellen ze een verhaal. 10 mensen, 10 dagen, dus 100 verhalen. Ja. En na afloop keren ze gezond en wel terug. En dat raakt aan iets. Nou goed, dat is dus een project dat nu is opgestart. En dat heeft inmiddels 220.000 kijkers, viewings al gehad. Dus het is een enorm succes. Het is een minimale manier. Het wordt ook opgenomen in de lege, bekende, beroemde grote zaal van de Amsterdamse stad Schouwburg. Kaarsje erbij, je hebt een klein bureautje waar je aan zit. Het ziet er heel mooi uit. Het is theater en vertelling tot het minimum teruggebracht. Ja. Ja. En succesvol. Is het ook zo dat in deze tijden van crisis jouw brein, het brein van kunstenaars, gaat malen van hoe kunnen we toch ons publiek bereiken? Ja, natuurlijk. Ja. Ik denk dat de kunstinstellingen, kleinere gezelschappen, grotere gezelschappen, de vrije producenten, onafhankelijke makers zijn allemaal bezig met hoe kunnen we doen wat we willen, waar we goed in zijn. Hoe kunnen we bestaansrecht aan onszelf ontlenen? Die dag, ik had twee weken lang holoogig thuis gezeten en niks gedaan. En ineens kreeg ik de vraag, wil je een verhaal komen voorlezen? Nou, joepie, op de fiets, ja. ik heb bestaansrecht. En dat is gek, maar zo werkt dat dus kennelijk. Je wil zo graag iets doen. Het is je hebt een beeld. Maar het is moeilijk, want dit is nu iets dat te organiseren is. Maar hoe wij het komende jaar, en het gaat om scenario's, 1 à 2 jaar, hoe wij theater kunnen gaan bedrijven. Het is de kunstvorm bij uitstek die 1,5 meter samenleving, die daar niet aan zal kunnen voldoen. Musea zullen dat misschien kunnen. Grotere bioscopen zullen het kunnen. Theater is sowieso een contactberoep. Maar het is al uitgerekend allemaal. Zelfs grote zalen, met uitzondering van Carré misschien, kunnen geen aanbod leveren zonder verlies te lijden. Het is gewoon niet rendabel. Het is niet mogelijk. Dus het gaat over wat Macron werd net geciteerd, het ondenkbare denkbaar maken. Dat is zo makkelijk niet, nog niet in de culturele sector. We komen daar zo over, want het is natuurlijk deze week ook heel veel gebeurd met de minister die plotseling toch na lang aandringen en als laatste in de rij kreeg de kunstsector er 300 miljoen euro bij. Maar omdat ik die bedding waarin jullie dat verhaal vertellen van de Decamerone en de pest in Florence, dat vond ik heel erg mooi. En je hebt een beeld meegenomen waarvan jij zegt, want dat is eigenlijk ontzettend mooi, een heel mooi kunstwerk dat die tijd ook heeft geproduceerd. Laten we even kijken. Dat wordt ook in het essay aangehaald. Dat is Orsa Michele in Florence. Dat was een, ik zal het niet al te lang over uitweiden, maar wat je nu ziet is een paneel van Bernardo Daddi, Sienese schilder, werkzaam in Florence. Die heeft dit tijdens de pest geschilderd van 1348... ter vervanging van een miraculeus paneel waarbij dat wonderen verrichtte.
En daaromheen is een tabernakel gebouwd door Orcagna. Dat zijn twee mensen die tijdens en na de pest symbool stonden voor een herleving van de kunsten in Florence. Zij hebben, dit werk is nog altijd te bezichtigen. Het schijnt nog altijd wonderdoend te zijn, het paneel. We moeten er naartoe met z'n allen. We moeten er naartoe met z'n allen. Maar dit is een uiting. Het is een impuls voor kunst geweest. En dat is altijd geweest in de kunstgeschiedenis. Rampen hebben gezorgd voor een opleving, mits je gelooft in zaken als, het hoeft niet eens christelijke zaken als boetedoening en hoop te zijn, maar het gaat om geloven in iets dat groter is dan jezelf. Wij hebben deze crisis, dat virus, of wij nu zelf dat virus gecreëerd hebben of niet, dat laat ik nu even buiten beschouwing. Maar wij moeten de kracht hebben om op een nieuwe manier met onze waarden en fundamenten om te gaan. En als wij kijken, de uitgerekende zaken waarop we in de laatste 10 jaar extreem hebben bezuinigd, onderwijs, cultuur en zorg, dat zijn de zaken die wij nu extreem nodig hebben. De zwakke kanten van de samenleving. Dat zijn onze fundamenten en die hebben wij als ornamenten behandeld. Zwakke punten van de samenleving, zo ziet de politiek het vaak natuurlijk. De zachte waarde. Ja, het kost heel veel geld. En we zagen dat ook deze week, dat het toch wel even heeft geduurd voordat na het bedrijfsleven, ik noem maar KLM, en grote jongens die miljarden kregen, was het kabinet de kunst vergeten. En plotseling kwam de minister dan toch nog met een bedrag van 300 miljoen euro. Dat schetst een beetje de positie die kunst inneemt in de samenleving. En nu hebben we het over een deel van de kunsten, want dit gaat over de grotere kunstinstellingen. Dat wordt dan de basisstructuur genoemd. Maar we hebben het ook over 60% is ZZP'er in Nederland. Onafhankelijke makers, vrije producenten. Die mensen zijn niet geholpen hiermee. Grote dank aan de minister, grote dank aan het kabinet hiervoor. Het is heel erg fijn dat dit gebeurt en het is noodzakelijk. Maar ik vrees dat als het hierbij blijft, dat je een situatie krijgt, nog even los van hoe lang het gaat duren, dat je een situatie krijgt waarbij de toplaag behouden blijft en alles daaronder wordt weggevaagd. En dat is mede door de bezuinigingen die zijn doorgevoerd in de tijd. Wij zijn aangemoedigd, om het even met een eufemisme uit te drukken, om eigen inkomsten te genereren. Dat gebeurt nu. Nu vallen die eigen inkomsten weg. En het is gewoon, het is een veldslag. Als jij Lex Hoogduin mag zeggen net van, het kan nog een jaar tot anderhalf jaar duren. Wat betekent dat voor jou als acteur? Ik kan er verschillende antwoorden op geven. Ik ga heel eerlijk zijn, ik zit in een gebenedijde en zeer uitzonderlijke situatie waarbij ik een vaste baan heb bij een gezelschap. Een paar jaar geleden, ik heb de cijfers nu niet bij de hand, maar het gaat om enkele tientallen acteurs in heel Nederland die een vaste baan hebben. Ik sluit me aan met wat meneer Terlouw daarnet ook zei. Ik maak me over mezelf, uiteraard maak ik me zorgen, maar I count my blessings. Maar er zijn heel veel mensen in Nederland, werkzaam in de culturele sector, 300.000 mensen in totaal, die dat niet hebben. En ik denk dat we moeten gaan nadenken hoe we hier uitkomen. En dan bedoel ik het niet alleen, dan bedoel ik het echt op een groter vlak. Wij moeten anders naar onze cultuur gaan kijken. En ik wil het nog breder trekken naar zorg en onderwijs. We kunnen niet we hebben bezuinigd op alle vakken, alles wat niet tastbaar en in geld uit te drukken was. Filosofie, Grieks, Latijn, fundamentele wetenschappen, abstracte wiskunde. En uiteindelijk is het gevolg geweest, mantelzorgers hebben we extra belast. We betalen onze leraren niet fatsoenlijk. We betalen onze verplegers niet fatsoenlijk. De winstmodellen toepassen en marktwerking toepassen op die drie onderdelen, dat is funest. En ik denk dat we echt moeten kijken, en dan refereer ik toch aan dat fantastische werk van Bernardo Daddy en Orcagna. We moeten een nieuwe samenleving creëren waarbij we iets hebben dat groter is dan onszelf. Want je kunt het als bijgeloof afdoen, tot Maria gaan zitten bidden bij een paneel. Maar werkelijk achterlijk bijgeloof is om winstmodellen toe te passen op iets wat ons fundament is. Jij speelt liefst in theater, maar je speelt ook in films en televisieseries. Ik zag deze week een aflevering van het televisieprogramma van de dramaserie Oogappels. Ja.
hele populaire serie op NPO 1 van BNN Vara, waarin jij een prachtige rol speelt. Wordt ontzettend goed naar gekeken. Mm-hmm. Juist op dit moment? Dat weet ik niet. Ik heb de kijkcijfers niet bij de hand. Maar wat absoluut aan de hand is, is dat... En dan ga ik toch even naar Boccaccio terug. Die verhalen werden gezien als vermaak, mm-hmm. verpoos. Maar vermaak werd in de middeleeuwen gezien... en ik denk nu ook, in tijden van crisis ervaren we dat... werd gezien als iets heel anders dan alleen maar afleiding. Het is iets wat ons uit de stilstand weghaalt. Het is iets wat ons in contact brengt met een andere wereld. Bij een roman is dat natuurlijk logisch, een parallelle wereld. Maar vermaak... Het gaat niet alleen om hogere kunst, dat onderscheid bestaat eigenlijk niet, hogere, lagere kunst. Vermaak is de mogelijkheid jezelf te vermaken. Iets in jezelf te herstellen. Dat is oorspronkelijk etymologisch de uitleg van dat woord. Dus een klucht is ook vermaak. En al die zaken in kunst doen iets met ons, scheppen ons een mogelijkheid om onszelf op een nieuwe manier te beschouwen en iets met onszelf te doen. Dan wil ik dat je dan is vermaak en verpoos. Een pauze in te lassen en een tijdspanne te overbruggen. Dan nog één vraag hierover. Want we horen natuurlijk de afgelopen maand virologen, economen, zoals juist vermaak werd gezien als een antivirus in die tijd. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Sorry. Ja. Nou, daar gaat mijn vraag over. Want vermaak en kunst wordt dan gezien als een antivirus. Jullie zijn kunstenaars, zal ik zeggen, in de brede zin van het woord, niet betrokken bij het mogelijk nadenken over een oplossing van wat je hier zou kunnen doen. En misschien zijn er mensen die zeggen, ja, terecht, wat weten die er vanaf? Wel. Wat vind jij? Het ondenkbare denkbaar maken. Daar wil ik dan toch weer even aan refereren. Ik denk dat kunstenaars niet anders doen dan dat. Ik heb in de eerste periode dat we deze crisis ingingen... heel veel mensen gehoord, ik zelf ook, had het erover over... dit is net een enge serie, dit is net Black Mirror, dit is net The Handmaid's Tale. Je refereert aan wat je kent uit fictie. En waarom is dat? Omdat de werkelijkheid nu nog fictiever blijkt te zijn dan die series. We kunnen het alleen maar uitdrukken in fictie. Ik denk dat het RIVM, afgezien van epidemiologen, modelleurs, sociologen en wiskundigen, ook een kunstenaar, een scenario-schrijver, een romanschrijver zou kunnen betrekken daarbij als aanvulling, omdat wij niks anders doen dan de hele tijd ondenkbare scenario's uitdiepen. Een artikel in het NRC onlangs ging over die scenario's. Wel, hoe worden die scenario's van die fantastische series gemaakt? Door teams van scenaristen die niet anders doen dan... stel je voor, je hebt een virus. Stel je voor, je hebt geen contact. Wij zijn daar, wij kunstenaars. Dat is ons bestaansrecht, onze verbeelding. Wij zijn daar dag en nacht mee bezig. Doe een beroep op die kracht. En dat is denk ik het nut, een maatschappelijk nut... van kunstenaars op dit moment. Om een klein steentje bij te dragen aan een uitweg. Er is iets heel simpels. Een van de epidemiologen zei in een artikel in het NRC laatst... hoe noemde die het nu? Immuniteitscertificaat. Hè? Daar zijn ze in Duitsland mee aan het spelen met die gedachte... om een immuniteitscertificaat uit te reiken aan mensen die het al gehad hebben. En de reactie van die epidemioloog was... dat kan niet, want dan krijg je een uitzonderingssituatie... en dat gaat alleen maar een tweedeling in de maatschappij teweeg brengen... Dat jaloezie, want die mag wel werken. Toen dacht ik meteen, en ik ben niet briljant... toen dacht ik meteen... kijk, tenzij je iets invoert van een maatschappelijke virusplicht... de mensen die dus een immuniteit verworven hebben... zouden in staat moeten zijn om een gedeukte samenleving recht te trekken... door maatschappelijk werk te verrichten. Het is niet alleen maar ik kan weer naar het café, ik kan weer werken. Je kunt daarmee een bijdrage leveren en dat is dan ook je maatschappelijke plicht, je virusplicht. Ja. Dus maar een klein ideetje. Ik ben niet briljant, maar stel dat je slimme scenario-schrijvers... of romanschrijvers erbij betrekt... zouden we misschien een heel klein steentje kunnen bijdragen. Bij deze. Ramzi Nasser, dank je wel voor je tijd en je komst vandaag hier naar Buitenhof. Dank u.